Hallo, ik ga je laten zien hoe je met Qt Creator een knop maakt die wat doet. In mijn vorige video liet ik zien hoe je knoppen op een vorm zet, op een user interface bestand zet. Ik zal nu laten zien hoe je een knop iets laat doen. Nou, we gaan weer een nieuw project maken. Dat is een Qt Widgets application. We noemen het voorbeeld, we noemen het knop. Nou, nu is het allemaal next, 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 next. Dat doen we ook. En nu gaan we naar de user interface toe. Daar wordt het vorm genoemd, of een vorm. Wat we gaan doen, we gaan er een knop neerzetten. Knop, hier. Die slepen we gewoon, daar staat de knop. En als we er nu op drukken, dan gebeurt ook helemaal niks, want we hebben nog niet geprogrammeerd om wat te doen. Kijk maar. Op gebeurt niks. Je ziet wel dat hij wat reageert, maar het doet niks. Wat we gaan doen is dat de knop, daar komt een nieuwe tekst op te staan. En dit nieuwe tekst, dat wordt ik ben ingedrukt. Om te weten hoe dat moet, is het handig om hier rechts te kijken. Dit wordt de Object Inspector genoemd. Een soort object inspector, een objectbekijker, een dingen bekijker. En een van de dingen wat hij doet, is hij laat de tekst zien van deze knop. Je ziet hier tekst, je ziet dat woord push button. Als ik die tekst nou verander, dan zien we in de knop dat de tekst is veranderd. Het woord tekst, of eigenlijk de eigenschap tekst, of in het Engels de property tekst, geeft aan welke tekst erop staat. Nou, ik zet hem weer, ik zet er gewoon weer hoi. Ik zet even hoi op. Het woord tekst is dus heel belangrijk. Want dat gaan we dadelijk veranderen als we op de knop drukken. We kunnen dit nu dus al veranderen. Het wordt design time genoemd. De tijd dat je je code ontwerpt. We gaan nu runtime veranderen. En runtime is de tijd dat je code runt. Dat je programma bezig is. Om de knop wat te laten doen, klikken we erop met de linkermuisknop. Met de rechtermuisknop komt er een pop-up menu. En dan ga je klikken op Go to Slot. Een slot is een plekje waar iets kan gebeuren. Klik op Go to Slot. Nou, met een knop kunnen meer dingen gebeuren. Wij gaan zeggen van als er op geklikt wordt. Klikt is het slot wat aangeroepen wordt, een stukje code wat aangeroepen wordt, als op de knop wordt gedrukt. Klikt betekent dan ook geklikt. Nou, oké. Nu zien we een stuk code. Nou, ik zal even een commentaar zeggen. Dit gebeurt er als er op de knop is gedrukt. Nou, hier moeten we dus schrijven wat er gebeurt als er met de knop gedrukt. Dat moet tussen deze accolades gebeuren. Wat hierboven staat, hoeven we nog niet te weten. Nou, we willen de tekst van de knop, tekst van knop moet gelukt worden. Nou, dan moeten we eerst de knop vinden. En van hoe komen we daarbij? Nou, het startpunt is het woordje this. Dat betekent dit of deze. Als we dan een pijltje doen, een minteken en dan een groter dan teken, kunnen we allemaal dingen kiezen. En wat wij moeten gaan doen is naar de UI, de user interface. Dus datgene wat op het forum staat. Onze knop zit daar, valt daaronder. En je kunt je voorstellen dat we daar meer dingen gaan zetten. Als we de UI hebben, dan zijn we nog steeds niet bij de knop. We zijn nu bij de user interface. Als we weer een pijltje doen, dan krijgen we al meer dingen. En de knop heet pushbutton met een kleine p. Nu zijn we bij de knop. Maar nu moeten we de tekst daarvan veranderen. Dus van deze window, zo'n user interface van de knop, moeten we de tekst, die zat er vast ook wel tussen, de tekst. Hey, tekst, daar zit die. En dan willen we die tekst, die moet gelukt worden. Nou, het nadeel is, dit gaat niet werken. We moeten namelijk de tekst zetten, we moeten de tekst veranderen. Op dit moment lezen we de tekst, dus we kunnen nu lezen, op de knop staat gelukt. Op deze manier komt er gelukt uit. Maar we willen dus tekst zetten. Nou, daar is het woord set tekst.
En hier kun je inzetten wat er gebeurt met de knop. Nou, gelukt. Uitroepteken. Kom op het einde. En nu heb je een knop die wat doet. Dus ik zal hem even compileren runnen. En tadaa. Nou, wat we ook kunnen doen. We kunnen het nu een beetje combineren. We kunnen zeggen, nou, de knop daarvan, wat we gaan zetten als tekst, is wat we hebben als tekst plus een uitroepteken. Tekst van de knop krijgt er een uitroepteken bij. Dus op deze manier wat we nu doen is, we lezen van de pushbutton de tekst. We zeggen, nou, er moet nog een uitroepteken aan vastgeplakt worden. Dan hebben we dus de tekst met een uitroepteken erbij. En dan gaan we dat zetten op de pushbutton. En als ik hem nu run, dan staat er nu hoi en dan wordt dan hoi, 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 hoi. Ja. Ik heb je nu laten zien het begin om in Qt Creator met de user interface dingen te veranderen. Ik hoop dat je een fijne video vond en ik wens je een hele fijne dag. Houdoe!